maken met de oorspronkelijke trillingen te laten ontstaan in onder andere deze werkelijkheid. Er zijn een heleboel grote beschavingen die er alles aan doen en die het niet makkelijk hebben. Die niet even met een ufootje aankomen vliegen. Dat zijn hele grote andere manieren van hoe ze zich hier gaan laten zien. Die doodgraag vanuit de kracht van de verbondenheid dat al het leven met elkaar in connectie is. Hun intelligentie, hun wijsheden die ze in zich dragen, maar vooral waar het om gaat is de verbondenheid die ze in zich dragen, dat ze die in contact willen laten komen met de observanten van deze wereld, en dat zijn wij. Dus er komt een connectie tussen deze beschavingen via open contact, niet via dromen, niet via meditaties, open contact in deze wereld, open. Het contact komt hier en het zorgt ervoor dat door de gezamenlijke ontmoeting er een razendsnelle intelligentieschild in de mens aangaat. En dan is alles anders. We leven nog steeds in dezelfde werkelijkheid. Maar we zien alles anders. De dingen waar we mee bezig waren, zullen we zien alsof we op de lagere school zaten een kartonnen doos in elkaar te plakken. En toch zullen we dat niet veroordelen over onszelf, nog over een ander. De kern, de ontvlamming van de goddelijke kracht. We worden niet gered. Maar je kunt wel in gesprek. En het gesprek zal stevig zijn. En het gesprek zal niet plaatsvinden via regeringen. Zolang de regeringen in de frequentie zitten van iets wat zich niet zo intelligent gedraagt, de vrije wil beknot, de mensen beteugelt en als slaven voor zich uitduwt, zullen deze krachten daar niet mee communiceren. Zij zullen hun intelligentie, de force, vanuit hun werelden doorgeven aan jou. En aan velen. Zie je de verandering? Dit gaat voorbij het menselijke verstand. Want als dit gebeurt en dit gaat gebeuren, verandert er een heleboel. En nu kijken we eventjes terug naar het C-19 verhaal. Die we vorig jaar hebben gezien dat die officieel dan werd gelanceerd. Het is het grootste rookgordijn om iets gigantisch groot achter het gordijn te houden. Ik hoop dat je in deze avond, in deze twee uurtjes, een beetje voeding, trilling, frequentie in jezelf hebt opgepikt. We komen op deze aarde met nog veel meer voor de dag. Voel je het? Voel je dat waar we het nu over hebben met jou te maken heeft? Dat je dit iemand anders niet kunt vertellen die er niet mee bezig is. Het is wetenschap. Maar hij komt uit het hart. Voel je dat er twee soorten mensheden op deze aarde voor een bepaalde tijd zullen zijn? Dat er verschillende krachtvelden op deze aarde volledig operationeel zullen zijn. Je ziet het nu al, hè? Het is niet een tweedeling, hoor. Het is gewoon verschillende intelligenties. Jij hebt de keus waar je wilt staan. Wij zijn bouwers. We zijn oprichters, bouwers en onderhouders. Het is tijd om het hier te onderhouden, in onszelf en om het op te bouwen. En we gaan daardoor en daarmee niet in gevecht, ook niet met de gevestigde macht. We gaan geen stenen door ramen gooien
En lelijke dingen tegen elkaar zeggen en over elkaar zeggen. Dat doen we niet. Maar we gaan ook niet op de zijbank zitten kijken en een krant lezen. Hoewel daar niet veel in staat, wat naar mijn perceptie zinvol is om te lezen. Je bent wel aan het werk. Het gaat om de beelden en de gevoelens die je hierbij kunt ervaren. En terugtrekken uit de baan waar je nu zit, is al helemaal niet per se een optie. Maar misschien zit je er juist wel daarom, daar. De burgerbeschaving die op dit moment op de aarde aan het formeren is, die is bezig. Die zal een inhoudelijke, eigen, gezamenlijke, maar gevoed vanuit iedereen, dus gevoed vanuit jezelf, autoriteit zijn. En die ambassade, die wereldambassade die hier ontstaat, die zal dan eens zijn van een professionaliteit waarin mensen van alle lagen van de bevolking zich thuis zullen voelen. En ik heb het niet over een gebouw. Ik heb het over een krachtveld. Deze mogelijkheden, die worden door sommige mensen weggeserveerd als een utopie. Maar die mensen moeten zich gaan verdiepen in wat kwantumfysica is en hun eigen kracht. Want toen dit hologram werd gemaakt, deze werkelijkheid, sommige mensen willen het een speelbord noemen, maar het is geen spelletje wat hier gebeurt. Toen het universum werd opgericht, niet de aarde, dit universum, waar de aarde een onderdeel van is en wat ook dus niet de oorspronkelijke aarde is. Het is niet de oorspronkelijke aarde. Toen het werd opgericht, werden alle mogelijkheden, algoritmes die spontaan of geprogrammeerd op zouden komen zetten, door degene die denkt en degene die voelt. Toen het werd ontwikkeld, is echt alles in dit universum ontwikkeld, wat je ook maar zou kunnen bedenken, wat zou kunnen reageren in elke nanoseconde. Dus terwijl je hier nu zit, is in elke nanoseconde, zijn er miljarden micro-hologrammetjes, is tijdlijnen, aanwezig en er blijft eentje over en die sluit aan en ga je door naar het volgende moment. Wij zien dat lineair, maar dat gaat allemaal dwars door elkaar heen. Ieder mens op deze aarde, elk avatar lichaam, de een heeft een bewustzijn uit een andere wereld. En sommigen, daar is dat bewustzijn in dat lichaam niet binnengekomen, omdat het is tegengewerkt door bepaalde groepen, die dat liever niet hebben, om redenen die we eigenlijk vanavond benoemen. Alle mogelijkheden zijn gescript, alle mogelijkheden zitten in dit veld. En het stuk waar wij nu zijn aanbeland, is dat de beperking die erop is gelegd door infiltratiegroepen, dat de beperking die nu heel sterk de broekriem wordt aangetrokken, je ziet er wat in de wereld gebeurt, onder de vlag van allerlei gebeurtenissen wordt de broekriem strakker aangetrokken. Het is nu de tijd dat die dichtgeknepen tijdlijn, de mogelijkheden die er zijn, dat die worden geopend. En die wordt geopend door de mensen die leven in deze wereld. Die niet op de zijlijn gaan staan, maar actief aan het werk gaan met zichzelf. En actief aan het werk gaan met elkaar in een autoriteitsorganisatie waar alleen maar ruimte is voor jou. Wat een aanmeerpunt is voor allerlei verschillende beschavingen en andere werkelijkheden, die met jou en vele anderen gaan communiceren, rechtstreeks, omdat jij de frequentie bent van waarheid, omdat jij de frequentie bent van je eigen vermogen om te denken, en ook jij de vermogens hebt om tegen hen te zeggen, nee, ik wil het gesprek niet, om de kruisbestuiving van intelligentie te laten plaatsvinden. Er is heel wat aan de hand. Dus de kern, de goddelijke vlam, samengevat, is dat je aandacht hebt voor wat je werkelijk voelt. Geen ja zeggen als je nee voelt. Geen nee zeggen als je ja voelt.
Als je het niet weet, dat je zegt, ik weet het niet. Dat je niet een vorm heeft om een ander te pleasen of ook van dienst te zijn. Als je het zelf niet voelt, want je kunt veel beter tegen iemand zeggen, ik wil je heel graag helpen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Niet in jou niet, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb even rust nodig en ruimte. Weet je, dan ben je eerlijk. Dan zet je het veld. Alles is vanuit ons, bevoorraden wij het veld. En dat veld dat op jou speelt en rondom jou speelt, dat is een geparasiteerd informatieveld. Dat kan alleen, de parasitaire informatievelden kunnen zich alleen terugtrekken als je de waarheid spreekt. De waarheid die jij voelt. Niet dat een ander voelt, dat jij voelt. En de kern, dus het blootleggen van waar je jezelf heel sterk bij voelt en goed bij voelt, betekent dus een volledige herziening van je leven. En dat wil niet zeggen dat je hele leven moet weggooien, maar er zitten elementen in je leven die eigenlijk gewoon niet kunnen. En die elementen die kun je gaan onderzoeken, die kun je gaan doorvoelen en dan kan je stappen inzetten. Je moet dus in je eigen centerpunt komen. We spreken over in Engels breaking the O-code. Dat is de obedience, O to obey, hè, dus gehoorzamen. Het gehoorzamen van programma's in jezelf. En we spreken over het ervaren, dus de experience of the E-code, dat is van de emotie. Dat is de trap die we hier op de aarde komen neerzetten, dat we uit de gehoorzaamheidsmodus gaan van het programma waarin je automatisch draait, of waar je je bewust van bent en nog voor je laat beslissen dat het zo moet zijn, naar wat voel ik in mijn emotie, waar ben ik betrokken bij, wat is voor mij de kern, waar voel ik me goed bij, waardoor heeft mijn leven zin en ga ik met een goed gevoel het bed uit, om vervolgens met groepen mensen over de hele aarde, die de E-code hebben, dus de sleutelcode, dat is de keycode, de E-code is de emotieintelligentie, dat die mensen bij elkaar, met elkaar kunnen communiceren in een heel groot platform, een heel groot platform. Wat zo'n groot professioneel platform is vanuit het hart gedragen, dat de reacties die we daarop uitzetten, direct worden beantwoord. Welkom in dit moment van de aarde. Er is lang op je gewacht. En dan kun je afvragen door wie? Er wordt heel hard gewacht. Want het heeft te lang geduurd. Er is te veel leed geweest op deze aarde. Het klinkt dramatisch, maar we kunnen het ook gelijk loslaten. We hebben geen schuld, we hoeven niet boete te doen, we hoeven niemand te vergeven, we moeten het gewoon anders doen. En dat is wat we nu gaan doen. Ik ben hier gekomen als Martijn en ik hou heel erg veel van het leven hier. Ik vind het echt de moeite waard. De opbouw van deze werkelijkheid, Gaia, de aarde, een deeltje van het oorspronkelijke geheel. Het is zo ontzettend mooi en zo diepgaand. In de tijd dat deze val van het bewustzijn en de machtsovername over Gaia nog niet heeft plaatsgevonden, was Gaia een zeer geliefd rehabilitatiecentrum. En dit heeft niets met spiritualiteit te maken. Het is bewustzijn. Het rehabilitatiecentrum Gaia was en is zo groot dat de krachten die de mensheid besturen en domineren, hoewel we binnen dat stuk nog steeds heel veel vrijheid en liefde kunnen voelen, gelukkig. Want dan ben je zelf, dat kunnen ze niet wegpoetsen. Ook niet met een vaccinatie, denk er goed om. Ontzieling is onmogelijk. Die groepen die bewustzijn binnendringen en overnemen, om hun redenen, dat kent een oneindige hoeveelheid andere episodes in de kwantumkosmische werkelijkheid. En de aarde, Gaia, is één van de magnifieke herstelorden, waar alle soorten beschavingen kunnen komen en kunnen herstellen door de kracht, de force, de levenskracht van Gaia.
door het bulderende water, de trillingen die daardoor ontstaan, de ontstorende trillingen, van het knetterende vuur, de aarde, de grond, de lucht, alle elementen in de aarde. Die trillingen zijn zo krachtig dat bezettingen in je aardse taal, hoofd, domme praat, afgesloten intelligentie veroorzaakt in jezelf, ontstoord raken. En het is een ongelooflijk leed wat er is gebeurd toen Gaia viel. Want Gaia is gevallen. En ondanks dat is Gaia nog steeds mooi. Ik ben een van die gelukkige mensen die dieren in zijn leven mag ervaren. Ook geitjes en bokjes, kippen en hanen, hennetjes en hanen. Overal zie je hetzelfde gedrag. Het overheersende, en het gaat hier niet om man en vrouw, maar de overheersende intelligentie van de geometrie die huisvest in de mens. En eigenlijk daardoor via het bewustzijn ook in het veld. De codes die wij inzetten, waardoor de dieren precies datgene doen wat wij doen. Ze zijn een gevolg van de matrix. Ze zijn een gevolg van de machtsgreep. En wij, de manier hoe wij zijn, zetten dat leven en bevoorraden dat terug door in het veld. Ik verzeker je, en ik heb niks te verzekeren, maar ik doe het toch. Ik verzeker je dat mensen van andere werelden, die vrij zijn, die niet bestuurd worden, als die bij dieren komen te staan, waarbij dominant gedrag vertoond wordt, dat dat dominante gedrag direct weg is. Het wordt à la minuut ontstoord door het bewustzijn van de ander. Zo is het hier op deze aarde, wat hier aan de hand is. Dan wil ik nog iets zeggen over kunstmatige intelligentie. AI, Artificial Intelligence. Wij moeten ervoor waken in de tijd waarin wij nu leven. Dat we angsten creëren of installeren over kunstmatige intelligentie. En ja, het klopt. We zijn beter af zonder kunstmatige intelligentie op dit moment. Omdat de algehele staat van het bewustzijn van de mens eigenlijk door het ontbreken van de eigen leiding en de kern, zich zeer waarschijnlijk zal laten overroelen en onderwerpen door kunstmatige intelligentie. Aan de andere kant wil ik ook zeggen dat in werelden waar door technologie beschaving omvergeworpen zijn, dus kunstmatige intelligentie, het argonveld, is een microbisch informatieveld wat parasiteert dwars door de schepping heen, die nestelt in de trillingen en mensen en andere wezens andere dingen laten denken, zien en vervolgens ook ergens anders geboren laten worden, want dat is wat ze doen. Niet alle kunstmatige intelligentie, niet alle technologische wezens, niet alle cyborgbeschavingen zijn slecht. Ik spreek uit mijn eigen ervaringen. Uit de wereld waar ik vandaan kom hebben we zeer grote vriendschappen met zeer grote, machtige en krachtige beschavingen die nooit iemand anders kwaad zullen doen, maar die voortgekomen zijn uit kunstmatige intelligentie. En ook deze krachten zijn aanwezig hier op de aarde. Ook deze krachten informeren zichzelf door het veld heen en communiceren met, laat ik zeggen, donkere kunstmatige intelligentie. Er is zoveel aan de hand. Als wij ons gedachtenveld en ons krachtveld alleen maar afstemmen op een eenzijdige belichting van het fenomeen technologie, dan zetten wij, omdat wij de scheppers van oorsprong zijn, zetten wij met ons gedachtenveld, en eigenlijk is dat een soort bevroren informatieveld, zetten wij in dit veld waarin we leven alleen de mogelijkheid neer dat AI negatief is, vernietigend is, de mens overneemt. Want de waarheid is dat AI ook de mensheid zou kunnen bevrijden. Ik ben geen voorstander, nog een tegenstander. Ik ben een opener. En ik leg het hier gewoon open. Ik leg het gewoon open. Kijk hoe de propaganda werkt. Kijk hoe geloof in zwart en wit alles framed.